Rob Erens, we hebben net de loting achter de rug van de finale in Barcelona voor de FAI Fukushima Nations Cup. Dat was voor jou een hele goede loting. Ja, voor de eerste keer wel. Normaal ben ik altijd voorin. Ik weet niet of dit een gunstig teken is, maar aan de 14e plek, vooral op zo'n belangrijk evenement, is wel fijn dat je een beetje de kat uit de boom kunt kijken qua tijd, qua lijntjes. En ik ben daar wel blij mee. Ja, het is vooral belangrijk voor onze eerste Nederlandse ruiter, Jur Vrielink met VDL Boubalou. Die kan een beetje de tricks die de parcoursbouwer heeft ingebouwd op die wijze ontdekken. Ja, ik vind dat wel eens. Dus natuurlijk, als je op zo'n evenement met de moeilijkheidsgraad, en ik neem aan dat het moeilijk gaat worden morgen, omdat we 18 landen hebben, en dan gaan er naar de finale op zondag maar 8 door. Dan is het wel fijn als je geruime tijd kunt kijken van waar de valkuilen zitten. Waar tijdwinst gemaakt kan worden. En waar misschien in moeilijke lijnen misschien wel opties zitten. Dat je eigenlijk goed voorbereid ten strijde kunt komen. Hoe is de startvolgorde van de Nederlandse equipe verder na Jur Vrielink met VDL Boubalou? We gaan dan verder met Willem Greven met Carambol. Als derde ruiter Michael van der Vleuten met VDL Groep Verdi. En als laatste gaat Jeroen Dubbeldam met Utasha SFN. Wat is de reden die jij hebt om deze startvolgorde te kiezen? Nou, sowieso had ik al het plan na Herning om met hetzelfde team door te gaan naar Barcelona, naar de finale. Ik heb ook dezelfde ruiters aangehouden, dezelfde volgorde aangehouden als in Herning. Ik voel me daar comfortabel bij, de ruiters voelen zich daar comfortabel bij. En we moeten gewoon morgen ons best beentje voorzetten en hopen dat het goed uitpakt. Als we kijken naar de 1,45 meter rubriek van vandaag, dan lijken de paden in vorm en zijn de ruiters gefocust. Jawel, ik denk beide is en we gebruiken die eerste dag altijd als een inlooprondje dat niet met het mes tussen de tanden gestreden moet worden in een inlooproef. Dat het paard op zijn eigen kan lopen zoals we dat normaal gesproken altijd op de eerste openingsdag doen. Het lijkt goed, paarden zijn fit, de ruiters zijn gemotiveerd. Dus ik ga ervan uit dat morgen een goede wedstrijd van wordt. Ik hoop je morgen te zien en dat we elkaar dan spreken nadat je je bij de beste 8 hebt geplaatst. Dat hopen wij met z'n allen ook en we gaan ons best daarvoor doen. Het is en blijft sport, maar we zullen er zeker voor gaan. Succes in ieder geval. Dankjewel, Rob Erens.